Marian Babel is van mening dat hij zijn topvorm terug heeft. De aanvaller van Beziktas maakte zondag in de gewonnen wedstrijd van Ousmane voor. 5-1, de eerste hat-trick in zijn loop aan. Ik denk dat ik het ritme uit het begin van mijn carrière terug heb, zegt Babel, die dinsdag zijn 31 e verjaardag viert, op de site van de Beziktas. De ota rit maakte de eerste drie doelpunten, waarna Alvaro Redo en Seng Tossen ook trefzeker waren voor de ploeg uit Istanbul waar Jerema in Lens nog ruim 20 minuten mee mocht doen. Zerdar Gulle deed in blessuriteit nog iets terug namens de bezoekers uit Ankara. Babel nam daarnaast het 100ste thuisdoelpunt op het Vodafone Park voor zijn rekening. Het is een grote eer om de 100ste goal te maken in dit stadion en zo deel uit te maken van de clubhistorie. Mijn hattrick was de kers op de taart. We moesten winnen om aansluiting bij de top te houden. In 2004 maakte Babel op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Ajax. In de zomer van 2007 vertrok hij voor miljoenen naar Liverpool... Waarna hij via Overijssel opnieuw Ajax, Karsim Pasa, Alain en Deportivo La Coruna bij bezicht als Belanden. Babel speelde 46 in het land voor Oranje en maakte in oktober zijn eerste minuten in het Nederland zelfs al sinds november 2011. Hij speelde tegen Wit-Rusland en kwam vervolgens ook in actie tegen Zweden. Schotland en Roemenië. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Roemenen bekroonde hij een sterk optreden met een doelpunt. Tegen Zweden en Schotland was de aanvaller al goed voor een assist. Babel en Beziktas konden de zeegroep Osmalespoor goed gebruiken met het oog op de titelstrijd. Het team van trainers van Hogunus steeg dankzij de overwinning naar de derde plaats in de Turkse Superlig en nader de koploper Istanbul Basaksehu tot op drie punten. Komende zaterdag gaat Beziktas op bezoek bij Middenmooters Sivaspoor. Het baasactieheer van El Jero Elia treedt een dag later aan tegen nummer 11 Kasim Pasa.